weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Ien de Remus. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En ja, ik hit de Cycle TV klak aan. Jullie hebben dit goed gezien. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte wanneer dat er een nieuw video online komt. We zijn hier in Nederland aan het wandelen. Open op afspraak. Open op vrijdag. Oké. Wat dat hier moet voorstellen, dat weet ik niet. Dus we zijn. Daar staat een bankje, ja. We zijn hier mooi in het Nederlandse gebied aan het wandelen. Op de lekkere gronden. Een leuke wandelingsje. En dan gaan we. Waar je mag wandelen, schat. Blijft. Waar je mag wandelen. Waar we mogen wandelen, klopt. Natuurwandeling raden ze nog altijd de strikste aan om dat te doen, omdat dat altijd het gezondste is bij deze. Dus ik wil zeggen, geniet maar weer al van de natuurvlog. Kijk eens hoe mooi de natuur kan zijn. Oh, een hele mooie vlinder. Heel schoon en heel mooi open. Oei, kijk eens hoe mooi, mensen. En hier weer zo'n kleine vlinderke. Zo van daar is echt wel. En een watte? Een glad stukje. Ah, glad. Een glad stukje. Hier gaan we mooi de boomjes onder. En daar een mooie moerasje. Ja, nu snap ik waarom dat een laarse pad heet. Ja, ik ook. Hup, hup, hup. We op het hout zo wat gaan. Hier. En dan hup. Oei, 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 oei. Ja? Ja? Ik heb je hand nodig, maar ik kan er niet over springen. Eerst wel wat, klem eens naar daar. Ja, en Chris gaat ook wel. Ik heb gewoon een handel schoenen. Ja. Voilà. Hier, dat stakt hier wat uit. Lukt het nog, schat? Ja. Oké. Okay. En hier komen we terug op het gedroge gedeelte. Het schoen zijn gelukkig nog niet vuil. Ik wil aan de tijgerprint. Ah, oké. Okay. En hoe vind je het al? Schoon. Ah. Hier komen we achter een moestuintje van iemand. What the fuck voor geluid is dat, man? Oh, dat was scherp. Oh, bankjes. Ik weet niet hoe dat is. Het wordt hier smalletjes. Het wordt hier smalletjes. Oh, een beekje hier langs. Gaat het nou, schat? Ja. Oké. Okay. Ja, af en toe ben ik daar eens vragen. Gaat het nog, Chris? Allebei tegelijk weer al. Allebei tegelijk. Ah. Gaat het nog, Chris? Die wil dat niet vragen. Jawel, mensen. Ik vraag het wel, hoor. Ik vraag het wel. Oh. Wat kan de natuur toch wel mooi zijn. Dan volg je gewoon de laarzenpad. En we zijn hier dus bij aangebroken bij de Kleine Dommel, heet dit. Blijkbaar. De Kleine Dommel als beekje. En hoe weet ik dat? Ik ga het jullie laten zien dat het daarop staat. Maar het water is wel bruinachtig. Maar roestachtig. Hupsa. Moet ik je even helpen, schat? Lukt dat? Oké. En daar liggen weer al twee koeien. Misschien hier nog in de schaduw eentje of zo. Nee, toch niet. Oké. Lekker van het zonnetje aan het genieten. Schatje. Ja, schatje? Te veel vragen stellen aan mij, want ik ben een duiding gekregen van vragen. Oké, okay. Hier is dus de waterpeil. En hier is een mooi plaatje.
Als jullie het op pauze zetten, kunnen jullie het lezen. Voilà. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. Als jullie het niet op pauze hebben gezet, ja, jammer. We gaan verder met de wandeltocht. Een boer die aan het werken is. Ja. Dat had ik gezien hoor. Oh, niet. Ah. Oh, hij heeft gedaan. Voilà, de hekjes zijn omhoog. Hele weiland. We aan het wandelen zijn. We zijn nu ook op. Hier staat nog een bankje in de schaduw. Hier kunnen we wel eten als we willen. Hoe laat is het nu? Tot 11:55. Nu of nog een half uur wachten? Nog een half uur wachten, zeker. Oké. Okay. Komen nog wel bankjes tegen, mensen. We zitten hier dus op de laarzenpad. En dit is ook weer een speciale boom. Lenny van den Broek. Oei. Zoete kers. Oké. Okay. Volgens mij is dat toch iemand... Die overleden is. Ja. Oké. Okay. Ja. Twee datums. Twee datums. 1955-2002. Dus die was 47. Ja. Oh. Hallo kus. Een mooie paard. Die mij even hoeft te schrikken. Ja. Daar hebben ze deze boom geplant, denk ik. Ja, of is hier. Oh, dat is gewoon een paddenstoel. Ja. En ziet. Oh, een galop. En weg is ze. En nu zit ze terug in het draft. Duig terug galop. Op onze wandelroute is tegengekomen. Zowel een wesp. Als een hele mooie vlinder. Hola, hola, hola. Gaat ze vliegen? Gaat ze opstijgen? Voor Chrisje haar foto. Heb je hem? Ja, een paar keer geprobeerd nog. Als je hier staat, hier zo aan deze kant, dan gaat die... Oeh, dat was te dichtbij. Nu bijna twee vlinders bij elkaar. En daar gaan we dan weer. We gaan weer een klein... Ja, ze gaat op onze wandelroute verder. Allee, nu niet meer. Ja, schatje, we houden ook van dieren. Dat weet ik. Amai, later reactie. Ik ga even spuiten, want ik kan niet onder mijn oksels doen. Ja, maar blijf staan, ik wou al draaien. Daar opnieuw koeien. En een lekker briesje. Oh, dat kan ik deugd doen. Ik ruikte mijn eigen zweet als vies. Ja. Ja. Oei, oei, oei. Dan heb ik die lekkere theegeur terug. Oké. Okay. Ja, kijk eens waar we zijn aangekomen. Welkom op de Strabbergse heide. Wat? Strabbergse. Ah, oké, okay. Merci. Dit is juist wat de vorige vlog. Vrij wandelen en fietsen op de wegen en paden. Oké. Okay. Jammer, ik wou een naap zijn. En daar loopt iets rond. Ja, ik denk een kat. Een kat? Ja. Dat is wel iets groter dan een kat. Ja, maar sommige katten zijn groter. Of? Ja, een vos. Eeuw. Maar een vos kan niet wel. Nee. Een vos is niet leuk. Ja. Daar heb ik ook schrik van. En hier lopen nog paarden rond. Hé? Dat is ook een vos. Ah, dat is goed. Dat is eigenlijk ook een vos. Zijn kugels dan ook een vos? Nee? Oké. Okay. Ja. Dan niet. En nu gaan we eens even kijken hoe we nu moeten wandelen. Zo, zo, dus zo, zo of zo.
Echt zo mooi. En daar heb je ook een vijverke. En hoe vind je het? Leuk. Oké. Okay. Ik wou net iets vragen. Ah, maar niet of voor de kijkers zeker? Jawel, kijkers mogen dat ook weten, dat is geen geheim. Oké, goeiedag. Als we terug thuis zijn. Ja. Mag ik dan even terug gaan rusten? Ja. Want ik denk dat het niet goed gaat met mijn buik. Ah, oké. Ik heb echt krampen en zo. Kan eens gebeuren. Ja. Oh my god, ziet dus wat een uitzicht, mensen. Echt een mooi uitzicht ook, hè. Ja, oh, ho, 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 ziet als hoe groot hier. Dat kiet ook wel. Echt. Hier al iets moois gevonden. Te stru. En ja, hier komen ook redelijk veel fietsers voorbij. Ja, ik ook. Ik wil er een keer te maken. Tot over een half jaar had ik wel vrij slank. Weet je nog, Dimitri? Dat weet ik nog, ja. Before and be after had je toen eens gepost. Ja. Nou, hij stuurde before geworden. Ja. Oh, damn. Hoe mooi heden. Ik aan de ene kant niks aan doen, Chris. Mijn schatten die achter de schaduw aanloopt. Iets verder is de schaduw en die probeert die schaduw daarin te komen, maar het lukt haar niet. Och, arm. Ziet ze lopen, ziet ze lopen. Eigenlijk is dat wel leuk, zegt ze. Oh my god. Laten we maar rustig op ons gemak wandelen. Daar zit je uitgeput. Ja, dat is helemaal goed. Voilà. Echt heel weinig huizen hier te bespeuren. En het is hier ook echt vrij, vrij rustig. Ja, wij moesten haar inhalen. Wat je zegt dat ze dat allemaal van u is, schat? Oh! 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 Oh, echt een heel mooi gebied met heel veel fietsers op onze route. Want dit is een fietspad, dit is de wandelroute. Dat is heel mooi gescheiden, met ook met een heel mooi landschap hier vanuit Nederland. Dat is echt heel mooi. Hallo. En ook mooie dennetjes. Oh, dendeboom. Oh, dendeboom. Ja, ik mag er al beginnen wat te zingen, want kerstmis is al begonnen, hè, van 2020. En daar staat... Ja. En wij moeten tot daar benachten waar ook die fietsers zijn. Voor Jurgen. Ja. Klopt. Dus als je kerstbolletjes of zo wilt al gaan kopen tijdens deze zomermaanden, dat kan allemaal bij Jurgen's Christmas House. En hier hebben we nog een heel een mooie bord. Ik denk dat hij het jaar een kerst aan Jurgen gaat worden. Ik denk het ook. Want hier staat van die puntjes op, wat daar juist inhoudt. Ah, dat is een onderzoeksproject. Hier kunnen jullie weer op pauze zetten. Dat zijn zo van die puntjes. Oh,
En echt heel mooie heiden. Ik vind het echt heel mooi. En hoe rustig dat het ook is. Hoe rustig. Dit doen we dus tijdens de coronatijden wandelen. En hier heb je nog zo'n bordje. Is dat jezelfde? Ik weet het niet. Ik ga eens even op daar toe. Yes, nog een keer. En we gaan nu verder richting Ja, Gelder. Ja. Echt heel mooie wolkenschap. Landschap. Zand. En nog duinen. Ik bedoel heide. Geen duinen. Heide. Nee, we zitten niet aan de zee. Dat klopt, Chris. Oei. Moet ik er dan wel opzetten? Ja. En dan hebben ze deze boom voor haar geplant hier. Zie je dus ook tussen de natuur hebben we ook, jawel, water. En nog niet een klein beetje, want hier loopt dat nog allemaal zo door tot ginder. Zal ik jullie echt laten zien. Dat is hier echt een moerasgebied. Maar nu, als ik me echt met zwembroek bij had, hè. Oh, ik dukte daarin. Gegarandeerd. Zie je, dat is zo mooi. Ja, en daar wandelt mijn schatje. Zwaaien staat te kijken. Zie je. Ja, dan wandelt je maar door. Echt heel schoon. Het is hier heel mooi gedaan. Daar staat zelfs nog een kabouter. Heel van achter, maar daar gaan we niet naartoe. Heel schoon. En die zijn een klein beetje door naar daar toe. Dan gaan we ook dan een klein beetje door naar daar toe. Voilà. Oeh, hier mogen ze wel eens snoeien. En dan komen we hier zo terug uit. Hoi. Ja? Wat? Ja, ik zie het. Daar heb je dat ook wel filmen. Dat is niks speciaals daar. Daar ook niet juist. Hier zo nog voor de paarden. Hier heb je redelijk wat picknickbanken. Dat is precies een restaurant. Hier is een restaurant. Wil je iets drinken? Ik wil maar eerst aan de auto gaan en we zullen wel twee dagen drinken. Oké. Okay. Moet ik het alleen even naar de winkel stoppen? Oké. Oké, wel schat. Hier is dan ook nog zo'n restaurantje. De Heidecafé. Met een heel mooie speeltuintje erbij. Mooi, 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 mooi. Ja. Is je mama ook zo'n wandelmens? Zoals u. Nee, ik ken hem niet. Ik ga geen 100 meter gaan. Nee. Was ze... Midnight, wasted. Friends all around, faded. Like we've got nothing to lose. Stranger.